De bewoners van het dorp Pokigrong in het district Sipaliwini zijn niet te spreken over de werkwijze van het ministerie van regionale ontwikkeling ten aanzien van het beheer van het gemeenschapsbos. Volgens kapitein Stanley Jonathan hadden de bewoners enkele maanden geleden een delegatie samengesteld die met de RO-minister Edgar Dikan heeft gesproken om zo tot een oplossing van het probleem te komen. In de praktijk blijkt echter dat alle afspraken die met de bewindsman gemaakt zijn, niet worden uitgevoerd. De fout ligt echter niet bij Dikan, zegt kapitein Jonathan. Want samen bespreken naar ONU dat we zitten deze massale onderzoeking, de nee voldoet op de eisen. En dan we van dorp, we vinden dat als een negoboom, we zijn briefje voor de minister, we noemen psa door de administratie van man. Want bakadat dat we doen naar Ronnie Panza dat naar ODE, naar we zeker een meneer check daar. En dan we doen, maar of in tak als een systeem van de antwoord zou kiezen ding, anno be bujuno. Maar je hebt ook een probleem na voor een gemeenschapsbos. Ja. Zij heeft zijn een abusi persie. Abusi, u lever abusi, u mi be begrak ja minister ato stemme ook toe mi be de bij voor ja graag die tak hier no. Tek abusi abra, da u je putier als een mek als een kom chimoro moro bon uit, nanga rostu koi na dorpu. Maar toen een minister, toen u jassen dat abrak ba, dat ik erg moeilijk van bij de fossies revi. Dus we van dorpo, samen met de trakoleka van mijn dorp bestuur en kapitein Jerusalem met de bachas, dat ons doen, dat we vinden dat nee, if als een negozo, dat liever dat we trekken zijn in baka. Maar er ook na 2 december, die kon naar dorpo naar ONU, dat na enige feedback snap de, sinds we zijn berfietje denk, dat ik kon dat ik de uitdaging hier nog bedank om een wanneer moro in abusi omdat je ook IT moet dan een wanneer moet bij abusi tangen nu de nama o actie ook toe een gemeenschapsreve actie om jonge duidelijk antwoord sommige naga sommige ook in abusi dat schrijf de nama jono voor de jonge duidelijk verslag schrijf dat schrijf de nama jono dus waarom er of in dat als een draai ondersteboven helemaal nu. Kapitein Jonathan geeft aan dat toen de stichting Wederopbouw Pokigrong, Stiwepo, het bos beheerde, het een bedrag van 38.000 Amerikaanse dollar had opgeleverd. Nu het beheer onder RO valt, is het bedrag teruggevallen naar 23.000 SRD voor 8 maanden. Dit terwijl er dag en nacht in het bos wordt gewerkt. Maar een stichting of een dorpsbestuur kan tak zo met dat minoan ero komoro, want die gaan naar lante tirakon. Oké, okay, naar lante tirakon, maar dat ding is gemeenschapbos. Dus daar ik denk van, een gemeenschapbos valt onder kapitein Nangabasha. En als je kijkt naar de situatie, dat hoort voor kaderen naar dorp, dat we bespreken, dat uno wan mek de jeputire moro. Dat me vindt dat kan om de bezwaar. Maar if na RO, ababusi, dus daar, lante tira kondre, dus daar, de wel. Maar, nanga alle ondersteun voeding, de kan tjaye pikong, maar de nom tja problema kong, want no de tja problema kong ba. Want 2 december hoor ma verkadere drape bijna kofunaki. Ja, om a verslag. Aldus kapitein Stanley Jonathan van het dorp Pokigrong. Het dorpsbestuur heeft onomwonden aangegeven geen bemoeienis meer te willen met het ministerie van RO ten aanzien van het beheer van het gemeenschapsbos. Onze nieuwsdienst heeft deze kwestie in het kort aan de minister van RO voorgelegd. De bewindsman bevond zich toen in DNA en heeft ons laten weten dat deze zaak zijn aandacht heeft. Intussen is wel duidelijk dat het laatste woord in deze kwestie nog niet is gezegd.